Bij het Eindhovense telecombedrijf EduTel verdwijnen dit jaar 50 banen. 15 medewerkers worden gedwongen ontslagen. Het bedrijf aan de Dolgelolaan is overgenomen door KPN Telfort. Vanwege de overname wordt EduTel mogelijk in de toekomst verplaatst. Het bedrijf wil niet zeggen wat de reden is voor de ontslaggolf. Er werken nu ruim 100 medewerkers bij EduTel.